Door in de Baswedteen client op het map-icoon met de blauwe pijl te klikken, krijgt u een overzicht van alle facturen uit uw werklijst. U kunt selecties uitvoeren om facturen die aan bepaalde criteria voldoen in een overzicht te plaatsen. U kunt bijvoorbeeld alleen de facturen van een bepaalde leverancier of op factuurbedrag selecteren. Ook kunt u filteren op alle facturen die u ter informatie heeft ontvangen. Deze hoeft u enkel te kwitteren. Daarnaast kunt u de facturen selecteren die in uw werklijst niet vergrendeld zijn en waar u dus nog actie op dient te ondernemen. De filtermogelijkheden zijn afhankelijk van de gekozen inrichting door uw organisatie en kunnen dus afwijken van deze iCreative instructievideo. Nadat u uw selectie heeft gemaakt, ziet u de facturen die aan uw criteria voldoen. Ook kunt u de werklijst eenvoudig rangschikken. Zo kunt u op datum, bedrag of leveranciersnaam sorteren. U kunt zien wie in het factuurverwerkingsproces de volgende ontvanger is en hier eventueel mensen aan toevoegen. U kunt nu een opmerking plaatsen die voor de gehele selectie van facturen geldt. Of bijvoorbeeld de gehele selectie direct goedkeuren. Indien u toch twijfelt aan een factuur, geeft de map de mogelijkheid om volledig inzicht in de factuur te krijgen. U kunt hierbij kiezen voor de factuurafbeelding met of zonder alle coderingen en bijbehorende opmerkingen.